Het Nederlands blijkt een grote uitdaging te zijn binnen het onderwijsproces in het inheemse dorp Pililitipu in het district Sipaliwini. De schoolleider van OS Pililitipu, Siantale Sedo, zegt dat de kinderen achterraken en niet alles kunnen begrijpen. Sedo geeft aan dat omdat de kinderen het Nederlands niet machtig zijn, de leerkrachten veel moeten herhalen. Daardoor raken de scholieren achter in de ontwikkeling die zij moeten doormaken. Echter erkent Sedo ook dat de achterstand komt omdat de leerkrachten bij vakanties lang in de stad zijn en vaak genoeg niet op tijd terug kunnen naar het dorp. Desondanks doen de leerkrachten er alles aan om de kinderen op een redelijk niveau te krijgen. Dat ze ons toch verstaan wat waarover we praten, dus de Nederlandse taal echt een beetje verstaan. En omtrent de situatie hier van de leerkrachten, u heeft het zelf gezien, de school staat niet echt in een goede staat van de kuilen in de vloer, de klassen zijn echt klein, dus de ruimte is er niet, waardoor we dan twee groepen hebben, omdat de klassen groot zijn. Bijvoorbeeld de klas waarin ik les geef, daar zijn er 21 leerlingen. En die 21 leerlingen moeten we verdelen dan in twee groepen, omdat de ruimte de ruimte laat het niet toe. Dan moeten we die kinderen dan in twee groepen verdelen. En zo raken die kinderen nog meer achter. Maar voordat die groep A komt en groep A, morgen komt groep B, dan weten ze niet meer waarover we hadden gesproken. Doordat de ouders geen Nederlands kunnen spreken, kunnen zij hun kinderen de nodige begeleiding niet geven thuis, zegt de schoolleider. Het maken van huiswerk is dan ook een grote uitdaging. Alles gebeurt op school en het Nederlands wordt ook alleen op school gesproken. Daarnaast benadrukt Sedo dat de leefomstandigheden van de leerkrachten niet zo gemakkelijk zijn. Dus u weet hoe zwaar het is voor de leerkrachten hier. Ook de woning van de leerkrachten hier en zo, de situatie van de leerkrachten. Wat we allemaal moeten doen, naar de rivier gaan. Alles, al onze behoeften moeten we bij de rivier doen. Als je naar het toilet wil gaan, moet je naar school komen. Zo niet, dan moet je naar de rivier, snapt u me? We leven precies zoals de mensen hier leven. Ik heb niet gezegd dat we luxe verwachten, maar dat het een beetje gemakkelijk gemaakt wordt voor de leerkrachten, zodat het niet te zwaar moeizaam is. Want we hebben al zoveel werk op school, dat we na school nog zo hard moeten werken. OS Pililitipu telt 142 leerlingen. Het aantal was groter, echter haakt toch een aantal af, omdat ze na het basisonderwijs geen andere scholingsmogelijkheden hebben in het gebied. Schoolleider Sedo zegt dat leerlingen na de zesde klas teruggaan in het voorzien in de basisbehoeften van het leven daar.